ook de een hand met galopwisselingen om de pas. Grote moeilijkheidsgraad. Deze jonge Amazone met fantastische paard Fabienne, 11-jarige Westfalen van de hengst Feuerstein. En heeft de teugels weer overgenomen in twee handen. En als we de Amazone goed kennen, zal ze straks nog zo'n stuk laten zien met twee teugels in één hand. Zij wordt getraind door bekende trainer Dr. Schulte-Baumer, vader van Oer Schulte-Baumer. En het is leuk dat wij deze Amazone, dames en heren, nu eens zien bij Eurosport. Want we hebben haar eerst deze Amazone gezien bij de Young Riders. Net als Michael Klimke, waarin zij met haar land vele gouden medailles heeft gewonnen. En dit is was de tweede keer dat ze een kwalificatiewedstrijd meedoet in dit jaar. Kan dus sowieso niet naar Parijs. Maar hier in Den Bosch wil zij toch het publiek haar kunnen tonen. Heel mooi paard, mooie combinatie. Overgang daar naar de passage waar dit paard veel kracht in toont. Dat spreekt enorm aan. Overgaand in een Piaf pirouette. Zij gebruikt hier een bijzonder hoge moeilijkheidsgraad. En daar zou ze mee kunnen scoren als de aanleuning, zoals dat heet, goed blijft. Hier de galopwisselingen om de twee sprongen, fout daar. Dat gaat weer punten kosten. Jammer. Maar hier weer mooi uitgevoerd. Overgang in om de pas. En u ziet het weer, de twee teugels, de vier teugels in één hand. Heel moeilijk. Goed uitgevoerd. En nu gaat zij een hele reprise met één hand laten zien. Appiement naar rechts. En een pirouette met één hand. Is die iets. Maar dan moet je toch wel lef hebben om dit even te laten zien aan de jury en aan het publiek. Vooral die omstellingen is moeilijk met één hand. Je moet werkelijk met de vingertjes kunnen hele lichte aanwijzingen geven. Jammer dat hier even die hapering in die pirouette naar links kwam. En om al die vier teugels op de juiste maat te houden. U ziet dat ze hier weer even de teugels opneemt. Weer op de juiste lengte. En daar gaat zij weer. Teugels op maat genomen in die ene hand. En als ze dat nou maar goed op die maat heeft genomen. De trends komt er hier rechts iets veel door. Ja, daar ziet u al direct eventjes het protest van het paard. Er kwam wat druk op de linkerstangteugel en op de rechtertrends. En dat is voor het paard dan even een probleem. Je zag een kleine struikeling, dat kan er eventjes aan de bodem liggen. En dat is niet als fouten aan te merken. Hier had hij iets meer onder kunnen komen, maar ja, dat is het risico dat Isabelle Weert neemt met dit paard. Overgaat naar een uitgestrekte draf.
En blijft rustig daar. Eventjes de teugels op maat genomen. U zag dat ze wat langer werden. En nu maar hopen dat het niet te veel aan de aanleuning gaat kosten. Krijgt het paard toch iets problemen in die aanleuning. U ziet dat de mond wat onrustiger wordt. Maar al met al toch een hele fraaie kuur. Heeft nog wat verbetering nodig voor Isabelle Weert. Met Fabienne.